Zondagmorgen vertrok vanaf station Nijmegen een bijzondere trein. Het was een trein met kinderen die door de stichting Een Vergeten Kind in het Zonnetje werden gezet. De kinderen, waaronder ook kinderen van vluchtelingen, beleefden een feestelijke middag en werden uitgezwaaid door burgemeester Bruls. Aan boord van de trein was ook ambassadeur Johnny de Mol. En die trein was van de NS, dus die arriveerde met 5 minuten vertraging. Ik vind dat een heel erg leuk initiatief. Ik begrijp dat het nu voor de 4e keer is dat de Cent Express gaat. En voor de eerste keer hier vanuit Nijmegen. Ze kiezen elk jaar een andere plaats. En dat is ook goed, hè? Want dan is de kans natuurlijk dat je alle kinderen op den duur ook bereikt ook een stuk groter. En wat mij betreft zijn ze van harte welkom ook volgende jaren. Zo'n 100, 150 kinderen zullen het zeker wel zijn die alleen al hier opstappen. Ja, daarvan zal een groot deel wel uit Nijmegen komen, denk ik. Het is natuurlijk wel heel bijzonder, zodat ook deze kinderen morgen op school kunnen vertellen dat ze met Pieten hebben gedanst en gezongen en pepernoten hebben gegeten. En straks ook Sinterklaas hebben gezien, want dat is helemaal niet zo heel vanzelfsprekend voor deze kinderen. En daarom zie je heel veel lachende gezichtjes. Ja, is toch prachtig. Twee treinen, eentje van Groningen, eentje van Nijmegen. Die gaan allemaal naar Amersfoort, waar al die kindjes met elkaar komen. En een mooi kinderfeest kunnen vieren. En je ziet het, je ziet witte pietjes, zwarte pietjes, kleine pietjes, grote pietjes. En die kinderen vinden het allemaal prachtig. Je moet je voorstellen dat er in heel Nederland vele tienduizenden kinderen zijn die in een opvang zitten. Omdat ze thuis met geweld worden bedreigd. Of omdat er vreselijke dingen met hun ouders of tussenouders zijn gebeurd. En ja, die worden wel zo goed mogelijk opgevangen. Maar daar is vaak geen geld of mensen om ze wat extra's te bezorgen. Bijvoorbeeld om naar Sinterklaas te gaan. Andere kinderen die gaan met hun ouders naar het Sinterklaasfeest. Zoals bij ons gisteren op de Waalkade. Maar dat zit er voor deze kinderen niet in. En dit is natuurlijk toch wel het kinderfeest bij uitstek in ons land. En ik vind het hartstikke goed dat ook deze kinderen de kans krijgen om in ieder geval 1 dag in het jaar met een brede glimlach op in de trein te stappen en naar Amersfoort te rijden en daar de Sint te ontmoeten. We hebben muziek, we hebben cadeautjes, er wordt gedanst. We gaan straks naar het dierenpark en daar zijn nog optredens. Sinterklaas komt daar, kinderen kunnen geschminkt worden, met elkaar spelen, elkaar ontmoeten. Maar er zijn hier ook kindjes op de trein, die komen uit Syrië, er komen kindjes uit Nijmegen. We gaan kindjes nog ophalen door heel Nederland. Alle kleuren van de regenboog. En daar gaat het vandaag om. Je gunt toch elk kind dat ze wel 1 keer mooi kunnen deelnemen aan het Sinterklaasfeest. En dat gaat vandaag ook gebeuren.